Nu heeft hij toch ook weer een, een, een enorm web van leugens verteld wat nergens op slaat. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een informatieoorlog. En wat we, niet, wat we niet zien. Ja, daar kunnen we zelf veel aan doen: aan de informatieoorlog. Hoe bedoel je? Ja, door dat systematisch te bestrijden. Door al die kanalen via de welke Rusland allerlei lulkoek de wereld intettert, om die af te sluiten. Ja, maar goed, dat kan hij natuurlijk ook in Oekraïne doen. En daarom... Dat is een Russia Today kanaal waar, waar dit soort van onzin verspreid wordt. Ja. Misschien moeten we die Baudets aanpakken. Ja. He, ook een verspreider van Russische leugens. Ja. Nou goed, dat is natuurlijk wat er nu ook gebeurt. Hè? Want Poetin zegt van uh, de Oekraïners hebben zich opgegeven. En daarom komen natuurlijk ook die filmpjes vanuit uh, Kiev nog, vanuit, vanuit de regeringswijk. van we hebben ons helemaal nog niet opgegeven om nee, de burgers dat te is laten dat zien. De onbeschrijfelijke zegen van de iPhone. Ja. Is dat vrijwel iedereen eh, vrijwel overal en altijd een filmpje kan draaien? Precies. Totdat zometeen natuurlijk het internet, wat al instabiel is, heb ik begrepen, in handen is van uh, de Russen, dan zullen ze dat ook platleggen. Ja, ik begreep ik. dat Facebook en zo wat al gestopt was. Daar heb ik zelf geen enkel bezwaar mee tegen. Ja. Is nog iemand die ook een vraag stelt en die zegt: van Misschien moeten we toch nog eens even uitleggen wat de NAVO nou precies waarom die is opgericht, omdat veel mensen dat niet weten. Want het wordt ook wel gezien als een soort van militaire verzekering tegen Rusland, hè? Nou, Zo, dat was het natuurlijk ja. ooit. Ja. Ja, niet nou, meer dan? Nou, niet nadat de Sovjet-Unie plotseling verdwenen was. Hmm. Toen hebben we een aantal hele vreedzame jaren gehad. Daarom zijn we nu allemaal een beetje in de bonen. Omdat Poetin op grond van zijn eigen paranoia besloten heeft. Niet waar dat hij de hele veiligheidsconstructie in Europa dat wil, verand wil veranderen. <coughs> ten behoeve van zichzelf. Ten behoeve. Je leest nu toch, je hoort en leest nu ook van, oh god, oh god, oh god. Eh. Als we zo doorgaan, dan staan de Russen morgen in Scheveningen. Dat zie ik allemaal niet zo gebeuren, eerlijk gezegd. Hm. Je hebt een, dat uh... we zeggen dat je zult wel een partij moeten geven, maar wat we dat tot heden van hebben gezien. Nou, hoe heet het? De NATO was hersendood. Ja, nou, voor een hersendood... maakt het een hele levendige indruk, plotseling. Ja, ze zijn weer ontwaakt, ja. En wat vind je van die flitsmachten aan de oostgrens? Is dat meer symboliek? Of nou, kunnen ze dat, dat wat is doen? symboliek. Laat ze maar lekker flitsen, maar dat is symboliek. Oké. Okay. Je hebt in 2014 bij Humberto Tan aan tafel gezegd... van Oekraïne. Uh, dat wordt uh, opgedeeld in twee ja, stukken. Ja, hadden ze dat maar gedaan. Nou, dat heb ik niet gezegd in twee stukken... maar ik heb gezegd geeft die lullige Republiekjes cadeau aan de Russen, daar heb je een zak aan. Die staan vol met totaal verouderde stalenindustrie. Ik weet niet of je die beelden wel eens hebt gezien: van ja. daar wel een armoe en een treurigheid. Dat is verschrikkelijk gewoon. En als die mensen dan liever bij Rusland willen horen, dat zijn Russisch sprekenden zonder uitzondering. Mij Best laat ze dan vooral naar Rusland vertrekken. Ja. Er blijft genoeg over voor de Oekraïne. Ja. Maar zou, dat het hebben, zou dit, dit hebben voorkomen? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Het, ik denk dat het succes van Oekraïne gezocht moet worden in het succes van de grote en, en sterk gemoderniseerde steden. Ik heb eigenlijk weinig kijk op het platteland van dat enorme land. Maar als je natuurlijk naar plaatsen als Kiev en Garkov kijkt en zo, of, of naar het voormalige Lemberg, Liv. Nou, dan zie je dat, dat dat sterk jonge, hooggeschoolde mensen, sterk georiënteerd op het Westen. Eh, He, want je kon ook, begreep ik, in, in, in Kiev kon je voor 45 euro naar Barcelona vliegen om daar he, lekker shoppen. He. Ja. Dat ja. schijnt de grootste liefhebberij te zijn van de moderne mens, shoppen. Ja. Dus ja, het, dat, dat is het punt. Dat, dat Rusland zich daar natuurlijk door bedreigd voelde, want je voelt je bedreigd als jezelf... Een, een politiestaat bent. En ja, dat zei Poetin ook hè, in zijn toespraak. niet nogal een armetierige politiestaat ook. Het is niet een, een paradijs van welvaart. Dat zou je soms zeggen als je naar Moskou kijkt. Maar de rest van het land is natuurlijk ontzettend armetierig. Ja. Hij had het natuurlijk over een kritiek op de woke beweging hier in Europa. En, <laughs> ja, en uh, de LHBTI-gemeenschap werd ja, op de genomen. Dat is vermeld. Nou, bij dit soort regimes is dat makkelijk scoren. Hmm. Hans Lem, die vraagt zich af of we uh, bang moeten zijn voor de kernwapens, wat Poetin ook mee heeft gedreigd in die toespraak. Ik vond dat heel onverstandig, dat dreigen met die kernwapens. Je weet dat Trump die neiging ook nogal had. Dat betekent dat ze eigenlijk geen enkel flauw benul hebben. Dat dat nooit strategisch doordacht is wat, wat het zou betekenen als je kernwapens gebruikt. Als je kernwapens gebruik je als de derde wereldoorlog begonnen is, en dan nog de eerste die ze zou gebruiken is. is die, daar zal, denk ik zelf, eh, gruwelijk mee worden afgerekend. Ja. Nogmaals, het is, het is een beetje opsnijden op van jongetjes op het schoolplein. Hm. Hij had beter moeten weten. Tsjernobyl hebben ze ook natuurlijk nu in handen. Nou, ja, dat is iets om in handen te hebben. Jongen, jongen, jongen. Zo'n verroeste speeltuin, daar zou ik ook de vlag bij uitsteken, ja. En ik las ook dat ze het ruimtestation eventueel willen laten neerstorten nou Ja, dit is ook weer van dezelfde. Gruwelijke stomzinnigheid als dat verhaal over die kernwapens. Ja, maar goed, er zullen nu mensen zijn die zeggen Ja, je kunt ook zeggen, laten we in ieder geval zorgen dat het volgende ruimtestation wat we ook beter niet kunnen bouwen, dat we dat niet samen met de Russen doen. Ja, maar er zullen nu ook mensen zijn die zeggen, ja, van Rossum zou ook dat ze niet binnen zouden vallen. Laat ik moet, ik moet, het nog maar eens zien of ze dat niet ja, gaan doen. Ja, van Rossum dacht dat ze heel rationeel zouden opereren, zoals ja. Rossum zelf altijd doet, en dat bleek niet het geval te zijn. Ja. Even kijken, die, die Hans Lem die heeft een hele lijst gestuurd met uh, uh, aardige vragen. De aanval resulteerde in een stijging van de olie, gas en graanprijzen. Oftewel genereert meer inkomsten voor Poetin. En zorgt bovendien voor een zekere economische ontwrichting van het uh, afhankelijke westen. Ja, er was ook een of andere bankdeskundige die zei op korte termijn hebben ze er voordeel bij. Door de onzekerheid creëer je dus uh, stijgende prijzen van die grondstoffen in het bijzonder. En daar hebben ze voordeel van. Dat is een korte termijn effect. Ja. En wat hij ook nog vraagt is: kan uh, Poetin uh, intern meer populariteit krijgen doordat hij de schuld kan geven aan het Westen van alle sancties? Ja, dat zou je zeggen, omdat hij dat natuurlijk ook in de tijd in 2014 heeft gedaan. Maar uh, als ik het goed begrijp, zijn peilingen die ze daar ook houden kennelijk van een zodanige aard dat dat niet zo is. Hmm. Er waren trouwens vrij omvangrijke demonstraties. Ja. Ja, ook tegen online. De, ja, tegen deze gang van zaken. Ja, er werd ook gezegd dapper dat die mensen nog de straat ja, durven. Er waren je ook 1600 arrestaties gedaan en zo. Ja. Nee, dat was een. Het was niet alleen verzet in, in, in Petersburg en in Moskou, maar het bleek uit enkele tientallen steden was er verzet zichtbaar. Andere dingen En vergeet niet, dat is risicovol. Dus dat betekent, als je zoveel mensen de straat op gaat, dat er nog veel meer moeten zijn die hier natuurlijk niets voor voelen. Hmm. Het is ook. Laten we eerlijk zijn, het is een krankzinnige onderneming. Het is het werk van idioten. Hmm. Vandaar dat ik niet dacht dat het zou gaan gebeuren. Hmm. Ja. Uh, Poetin is ook de eerste wereldleider die heeft gezien dat een cyberwar een belangrijk uh, en ook relatief goedkoop instrument is. Is dat zo? Ja. Nou ja. ja, goed, ook daar geldt: uh, fijn dat hij het ons heeft laten zien. En, en dat uh, zou reden moeten zijn om voor uh, een goede verdediging. Want die is, ja, als ik het goed begrepen heb, zeer wel mogelijk tegen cyberwar. Uh, het zou ook voor onze ondernemingen heel nuttig zijn om hun systemen beter te beveiligen tegen hackerij. Want je weet dat er soms de gekste dingen mogelijk blijken te zijn. Omdat ook hele grote bedrijven niets gedaan hebben aan hun computerveiligheid. Ik zeg dit allemaal niet waar, terwijl ik zelf nooit iets gedaan heb aan computerveiligheid. 0,0, dus wie weet. Uh, maar het schijnt dat Apple-systemen iets minder kwetsbaar zijn dan uh, die anderen. Dat begrijp ik ook, ja. Windows, ja. Uh, Roel Veldmeijer, die kon niet bij de live podcast zijn, omdat hij ging skiën, maar die heeft wel een vraag gesteld over Oekraïne, en hij zegt eigenlijk van, ja, gaan we nou zo meteen uh, dit normaal vinden? Wat is het resultaat van deze oorlog? Is het zo meteen uh, regering wisselen en dan uh, gaan we vrolijk verder? Nee, en... voorlopig gaan we dat niet normaal vinden. Vooral niet omdat ik denk dat er de, dat er verzetshaarden zullen blijven, dat er, dat er allerlei signalen van verzet zullen zijn, dat er een, een regering in ballingschap komt. Uh, en dat we natuurlijk vooral begrepen hebben dat zolang deze boevenclub in het Kremlin zit, dat we ook, ook in allerlei andere contacten die we met Rusland hebben nergens op kunnen rekenen. Het is een onbetrouwbaar zootje. Hmm. Heeft Biden zich te veel op China gericht en uh, uh, Rusland links laten liggen? Nou, dat zou je kunnen argumenteren. Ja, ik heb toch gezeik over China nooit zo precies begrepen, moet ik je zeggen. En dan moeten moet volgens mij, dat, kijk, de Chinezen, wat je verder ervan kunt denken, althans tot voor kort van Xi Jinping, begrijp ik ook niks, moet ik je bekennen. Waren de Chinezen volkomen rationeel? Eh, die hebben wel namelijk een toppeconomie uit de grond getrokken. Ja, die zijn wel in staat gebleken om op hoog niveau te participeren in een zeer competitieve wereldeconomie. Ja, dus die hebben het er geweldig van afgebracht. Ik bedoel, China en Rusland, dat is een kreupele dwerg vergeleken met iemand die in de, zelfs in de sportschool nog indruk maakt. Hm. Maar goed, had Biden dingetjes anders moeten aanpakken, anders moeten doen? Nou, in dit geval niet. Tot nu toe heeft hij het redelijk gedaan. Ik vond het enige pijnlijke punt dat we voor steeds hoorden dat Amerikaanse inlichtingendiensten van alles wisten en ons vertelden. Terwijl ik direct dacht: van ja, Amerikaanse inlichtingendiensten die hebben ons systematisch voorgelogen. in de afgelopen twintig jaar op diverse momenten en op een hele pijnlijke manier. Maar nu klopt het wel wat ze zeggen. Nu klopt het wel, dat is, dat is inderdaad zo. Daar zie je aan dat je reputatie ook te kunt verpesten en dat je dan heel moeilijk die reputatie weer terug kunt winnen. Ja, want ze delen ook satellietbeelden, hè? Als die opbouw weer. Ja, gaan dat is. was ook Kregen we ook ineens te zien, nietwaar, hoe die dingen allemaal zo netjes geparkeerd stonden. Ja, gaat maar. Biden gaat natuurlijk voor de rest naast de woorden die hij spreekt en de sancties gaat hij niks doen. Hij gaat en hij stuurt wapens. Nee, hij kan ook weinig doen natuurlijk. Nee. Ja, nogmaals, uh, Oekraïne is geen lid van de NATO. Dus uh, we, hebben, we, we hebben jarenlang gezegd: nee, we zullen het niet verdedigen. Dat moet je ook niet zeiken natuurlijk als daardoor de, de wederpartij op hele kwalijke wijze van misbruik van gemaakt ja. wordt. Hoe, wat betekent dat voor de situatie op de lange termijn tussen Oekraïne en het Westen? Want die zullen misschien nu zeggen: ja, jongens, jullie laten ons helemaal in de steek. Nee, ja, tot, tot op zekere hoogte zo. Maar dat wisten ze natuurlijk van tevoren. He, het is niet zo dat we in het verleden hebben gezegd: we gaan die Oekraïne ook verdedigen. Nee, dat hebben ze me nooit gezegd. Nee, het is zaak. Euh, nou denk ook aan de hele vluchtelingenkwestie natuurlijk. Het is zaak die lui optimaal te helpen. Voor zover dat in onze macht ligt. Ik begreep dat er al honderdduizend vluchtelingen de grenzen van Polen en Roemenië hadden overschreden. Ook trouwens heel geestig. Al die lui die altijd zeiden dat we de vluchtelingen in de, in de eigen regio moesten ontvangen af eh, onderbrengen, weet je nog wel. Ja. Nu zijn we zelf de regio. Dat vind ik wel fijn, ja. Ja, ja je, je bent dan benieuwd naar wat, wat de heren van de PVV en zo wat die hiervan gaan zeggen. Want jij denkt dat ze daar niet heel veel tegen in kunnen brengen? Nee, heel weinig. We moeten ze opvangen in eigen regio, toch? Ja, heeft de VVD ook al gezegd, hè? De, de, de verantwoordelijke staatssecretaris, volgens mij. Of, of, is, of zei de VVD, ja, de regio, dat zei ik Oost of zo. Nee, 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 die zei van we, we zullen dat gaan doen, want we zijn daar verantwoordelijk oh, uh, voor. Oh, kijk eens, nou, dat kijk ik van op. Ja. Want dat is natuurlijk nog een punt wat natuurlijk nu gaat gebeuren. Die mensen die zullen niet alleen daar in de regio blijven. En Polen zal ook zeggen, ja, we kunnen dit niet alleen. Dus iedereen moet solidair zijn natuurlijk in Europa. Zonder meer, zonder meer. Dat is, waarschijnlijk wordt die vluchtelingenstroom nog een stuk groter. Maar goed, dat kunnen we prima kwijt in Europa. Als we dat maar samen doen en goed organiseren, is dat helemaal geen groot probleem. Ja, en daar is nu wel draagvlak voor, lijkt het Ik toch? schat dat een vrij groot deel van deze migrantenstroom... Uh, Hoog opgeleid is, dus je hebt er van alles aan. Oké, okay, dus de krapt op de arbeidsmarkt zou misschien daardoor nog een handje geholpen kunnen worden? Wie weet, dat zou helemaal ja, mooi zijn natuurlijk. Moeten we continu vragen? Daarvoor, daarvoor zijn er denk ik toch te weinig. Die krapt op je arbeidsmarkt, in landen als Duitsland en, hm. en deels ook Scandinavisch, en denk aan Nederland ook, die is, die is toch ook structureel groot.